Na 9 weken van online onderwijs mogen de leerlingen van de OSG De Hoge Berg op Texel vanaf 8 maart weer naar school. Tijdens de tweede lockdown viel het de docenten op dat de leerlingen steeds minder gemotiveerd waren. Daarom bedachten zij allerlei activiteiten om ze weer nieuwe energie te geven. We hebben ook wel gemerkt dat leerlingen deze periode heel lastig vonden en dat het lang duurde en dat ze moeite hadden om het leertempo vast te houden. En daarom dachten we gaan gewoon bewegen met z'n allen. We gaan iets positiefs doen en we gaan eerst inzetten op bewegingsactiviteiten en dan beginnen we volgende week weer met de fysieke lessen. Ja. Hoe vinden jullie het? Best leuk. Bootcamp was wel zwaar, maar ik ben ook niet zoveel meer gewend. Nou, het trekt meer energie dan dat je er energie van krijgt. Wat merkten jullie dat tijdens de lockdown veel eenzaamheid was bij de jongeren? Soms wel. Hè. Het hele dagritme. Ja, je hebt natuurlijk een online dagritme. Ik vergader nu zelf ook vrij veel online. En dat is soms ontzettend lang en ontzettend saai. Want je mist ook het fysieke contact. Ja. Nou, het was voor mij aardig zwaar. Want uiteindelijk worden de dingen die je normaal kan doen, worden echt een stuk moeilijker. En je hebt er uiteindelijk veel moeite mee om de normale dingen eigenlijk weer te doen. Ja, wel saai. Op een gegeven moment had ik echt niet zoveel motivatie meer om goede cijfers te halen of zo. Dus moest ik echt meer moeite doen om dat te gaan doen, om er toe te zetten. En hoe uniek is het dat jullie dan pas om 8 maart starten? Nou, er zijn meer scholen die ook even, het heeft ook een praktische component dat we even goed konden organiseren hoe we het weer gaan inrichten. Dat we echt zo inzetten op bewegen en elkaar ontmoeten. En dat natuurlijk de Texelse natuur dat ook prachtig faciliteert. Ja. Dat is natuurlijk vrij uniek, denk ik. Ja. En nu weer met volle energie beginnen aan de nieuwe periode? Ja, we hebben allemaal weer energie gekregen. De hersenen zijn weer allemaal goed opgefrist. En we kunnen weer volop aan de slag. Ja.